alsof hun leven ervan afhangt. In dit atelier in Vlaardingen wordt heel wat afgenaaid om nog zoveel mogelijk vlaggen te maken voor 30 april. Want mensen willen op deze inhuldigingsdag meer dan alleen de standaardvlag. Dit is hem geworden, de inhuldigingsvlag van Faber Vlaggen. En loopt hij ook een beetje? Ja, gaat heel goed. We hebben er duizenden laten maken. Maar hij gaat als warme broodjes gaat hij over de toonbank. Maar goed, we hebben er nog wel een paar. Nee, dit is het magazijn met de gewone rood-wit-blauwe vlag. In een hoekje staan echt nog maar een paar dozen met inhuldigingsvlaggen. En we hebben ook nog een grotere variant. Dat is de vlag in 1,50 meter bij 2,25 voor in de vlaggenmasten en voor de echte fans. Maar mag je deze vlag nu ook zomaar ophangen? Dat is toch zo'n soort reglement voor de drie kleur? De vlaginstructie, ja. Maar dit is de inhuldigingsvlag en die mag je elk moment gaan hijsen. Ja. Nou, dan moeten we natuurlijk gewoon gelijk de vlag gaan testen. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar... Volgens mij is dit wel de ideale plek voor de wappertest. Bovenop de Euromast. Nou, ziet er goed uit. Hij gaat nog niet kapot. Komt wel goed, denk ik, met de inhuldiging.